Joost. Hey. Nou, ik denk dat het in ons ligt. Hey Dennis. Het is hier stil. Ja. Maar jullie zijn natuurlijk... als ploeg ook getroffen hier. Ja, hierboven. Het is dramatisch eigenlijk. Okay. Voor iedereen dramatisch, maar... voor sporthallen komt het nog vaak even harder aan. En voor bijvoorbeeld evenementenjongens, die grote feesten geven. Ja, zeker. Want dat wordt niet meer ingehaald. Ik bedoel, wij moeten de play-off spelen met basketbal. Zit de zaal vol. Ja, daar moeten wij het van hebben. De zomer overbruggen. Nou, even wacht, die gaat heel snel. Ja. Je moet eigenlijk van deze tijd hebben voor zalen. En het is een drukke periode. Ja. En van de zomer dan? Ja, dan is het nooit wat. Ja. Dus dat is het probleem. Ja, nou hebben jullie natuurlijk als horecaonderneming heel veel last van. Maar die sportvereniging, hoe zit het daar nou mee? Ja, voor de sportvereniging is het ook dramatisch natuurlijk. Ik bedoel, kinderen kunnen niet sporten, dat is natuurlijk al dat is zo'n dingetje. We zijn al buiten adem van 2 minuten. Ja, een beetje, we hebben geen warming up gehad. We hebben geen warming up gehad, kom op. Nee, maar het probleem is gewoon, dat, kijk ook met de Eredivisie. He, krijg je nog sponsors terug? Dat moet je even uitleggen misschien. De damesploeg wordt gesponsord. De damesploeg, zeg maar, Eredivisie spelen op zich kost gewoon een hoop geld. Ja. En de dames die krijgen een hele kleine onkostenvergoeding. Dat is, dan komt de gemiddelde vierde klas voetballers zijn bed niet vooruit. Nee. Maar ja, dat moet wel betaald worden natuurlijk. Ja. En ons sponsorcontract loopt af. Ja, en zijn ze bezig met andere sponsors. Maar ja, stappen die mensen nu nog erin, weet je? Die worden ook getroffen. Is eigenlijk een oproep? Altijd een oproep. Maar het is gewoon lastig. Je had het over kinderen. Komen hier veel kinderen over? Ja, natuurlijk. Met alle schoolgym, volleybal. Gym ook, ja. Gym, de gymvereniging. Ik heb de basketbalclub natuurlijk. Ik heb zelfs 2 jeugdzaafbalteams. Ja. Ik heb een behoorlijke impact natuurlijk. Ja, ik blijf een beetje hier staan. Ja, ik heb expres geen microfoon mee. En terecht ook natuurlijk. Moet een beetje 1,5 meter in. Okay. De sportvereniging hebben er weer last van. Nou zag ik nog wat heel moois op Facebook van jij zegt... Nou, als mensen me echt mijn hulp kunnen gebruiken, dan bied ik me aan om mensen te helpen. Hoe zie je dat? Wat voor hulp? Ik had nooit verwacht dat ze zouden bellen natuurlijk. Maar ik ga nu toevallig 3 ochtenden, moet ik wel vroeg op voor een horeca jongen. Ja. Wat de maaltijden rijden voor de keren. Ik bedoel, voor zo. Mensen die dan... Ik hoop in ieder geval goed voorbeeld, doet volgen. Nou ja, zeker. Maar ik heb wel heel veel van die oproepen gezien, moet ik zeggen. Van vrienden, van kennissen. Dus, dus je bent niet de enige. Ik ben zeker niet de enige. En ik denk dat de meeste mensen wel vrij sociaal zijn. Hey, okay, Dennis. We hebben net die toespraak van de minister-president gezien. Hoe lang denk jij dat dit gaat duren? Ja, ik word eigenlijk wel beangstigend. Want als ik, als zijn woorden opmaak, dan gaat het toch wel een tijdje duren. Ja. En dat wordt geen 3 weken. Nee, dat denk ik ook niet. Okay. En de EK gaat niet meer door, weet je, het is gigantisch. Je hoeft geen oproep meer te doen, kom ijs kijken bij mij. Nee, precies, dat wordt lastig. Nou, we hebben het al wat minder druk de laatste tijd met Ajax, dus dat scheelt wel weer. Ja, dat is wel waar. Ja. Hey, nou, maar het is best een groot deel voor iedereen, voor de reisbureaus. Verschrikkelijk. De horeca, iedereen, alles bij elkaar. Ja. Dus, lijkt me oorlog. Ja. Nou, Hey, veel sterkte de komende tijd. Ja, en ik vind dat je een hele goede actie hebt opgezet. Nou ja, graag gedaan. En dat meer mensen mogen volgen. Maar dat weet ik zeker. Komt goed. Nou, zullen we nog een balletje vertrappen? Ja, Dennis Kollen, bedankt. Joost, bedankt. Kroos, schuilen. Ah.